Mooi, het goud is er een beetje af hoor, door het poetsen. Die is mooi, hè? Maar het heeft natuurlijk een enorme symbolische waarde gehad destijds voor mij. He, dat is echt goud, een medaille die je wint. Ja. Dat is ongelooflijk. Maar hij ligt dus thuis bij mij in een kastje, waar ik allemaal kleine violistjes heb staan. Maar jij, daar ligt hij tussen? Ja, daar ligt hij tussen. Dat dus toch ik wel. Kon hem makkelijk vinden hoor. Ik zat in de uitzending Duis op zondag met Krebbers. En toen was ik 11 of 12. En toen speelde ik met mijn toekomstige schoonmoeder. Dat was Danielle de Chen. En het programma werd te lang, dus ze hebben me daar uitgeknipt. En toen hebben ze belde Duis op een gegeven moment van ja, die jongen is ontroostbaar en we geven hem een kans dat hij in Stijve Zin mag optreden. En toen heb ik auditie gedaan bij Rudy van Houten. Ik weet nog, dat was aan de Plantage Middellaan of zo, achter Artes ergens. En dat was zo'n jaren 70 interieur. Alles was wit geverfd en had een witte vleugel. En daar moest ik toen auditie doen. Ik weet niet wie er allemaal bij zat. Het was waarschijnlijk Ria Bremer en Mieke Benda. En toen heb ik gespeeld en toen mocht ik meedoen. Naast mij een oud Stuivenzinner, ook gereageerd toen wij vroegen in een paar vorige uitzendingen, laat alle oud Stuivenzinners reageren. Rudolf Koelman. Hoe lang is het geleden, Rudolf? Ongeveer 9,5 jaar. Ik kan me dat eigenlijk nog wel een beetje herinneren hoor. Jij kwam als een klein broekie met een vioolkistje onder je armen. Jij kwam viool spelen. Wat weet jij je nog te herinneren? Nou, ik heb dus inderdaad viool gespeeld. En het was Tchaikovsky-melodie. En met Rudy van Houten. En ik won toen de Gouden Stuiver. En sindsdien heb ik natuurlijk een enorme, hoe zeg je dat, versterking in mijn ruggengraat gekregen. Dat ik moet met voorspelen en met concerten geven. Dat, daar toch voor al die camera's en al die kinderen. Dat geeft je dan toch wel een soort zelfovertuiging. Hè? Dat je het kan, dat je ook iets met die viool kan bereiken. Er is in de loop van die 9,5 jaar veel met jou gebeurd. Jij hebt Nederland verlaten, je bent gaan studeren in Amerika, Los Angeles. Ja. Bij wie? Bij Jascha Heifetz. Ja. Dus een van de wereldberoemdste violisten. Hè? Ja. Hoeveel leerlingen heeft zo'n man nou? Nou, op het ogenblik heeft hij er 2. Wat ga je spelen nu? We pakken in die 24. Na die uitzending, toen ik die Gouden Stuiver had gewonnen, toen was ik de koning van de klasse. Was dat misschien niet belangrijker dan het winnen van zo'n stuiver in die tijd? Ja, want ik werd af en toe nog wel eens in elkaar geslagen, maar dat was dan 2 weken was het al rustig. Dus, omdat je de Gouden Stuiver had omdat gewonnen? Omdat ik de Gouden Stuiver had gewonnen, werd ik 2 weken met rust gelaten. Toen was ik echt de koning van de klas. Zoiets?